We zijn er. We hebben het gehaald. De top. Goedemorgen. Goedemorgen. Dag nummer 7. Ja, vandaag gaan we weer een stukje wandelen. We zijn nu in Menang. Ja. Zoals je in de vorige video hebt gezien. We gaan naar Jakarta. Precies, van het diertjesjak. Ja, hopelijk gaan we die ook zien, maar waarschijnlijk wel. Waarschijnlijk wel. Ik moet zeggen, het begint toch wel een beetje zwaar te vinden. Oh. Op de top is het zuurstofgehalte ongeveer de helft van, van normaal. En het zal hier denk ik 2/3 of zo zijn. Ja, geen idee eigenlijk. Dat betekent dat je best wel flink moet ademhalen voor hetzelfde stukje zuurstof. Maar verder voelen we ons helemaal topfit, hè? Dat klopt, ja. Dat dus klopt. Het is fijn dat we nog een rustdagje hadden en hopelijk blijft het verder zo. Ja. We gaan het zien. Het is inmiddels bijna boven de boomgrens volgens mij, want ik zie hier bijna geen bomen meer. Ja, met struikjes, rotsen, met bosjes. Time for TV. Wat zijn dat, liefie? Gawals. Nawals. Nawals. N-G-A-W-A-L. Precies. Dit is een beetje de langste brug die we tot nu toe hebben gezien. Helemaal achterin is Jakarta waar we heen gaan. Yes! Ging best goed vandaag, hè? Zeker, niet zo lang. Mee. 4 uurtjes denk ik uiteindelijk. Ja. Gaan we zo zien. Maar precies. Nog een half uurtje ongeveer denk ik. Ja. Die jaks liggen te chillen. Ja hoor. Dat gaan we ook zo doen. We zijn er bijna. En waarom heet het ook weer Jakarta? Leuk feitje. Vanwege de vele jaks die hier. En wat betekent Karka? Geboorteplaats of woonplaats. Leefomgeving. Leefomgeving. Dankjewel. Voor deze les. Niet. We hebben inmiddels onze accommodatie gevonden. In Jakarta. Moet ik de camera even laten zien? Ja. Hier, het bedje. Zekers. Het ziet er ook wel gezellig uit, vind ik. Cozy. En ik ben vooral heel blij met deze wc. Een mooi kleurtje op de muur. Ja. We zitten nu op 4050 meter, als het goed is. Ja, dat is nog 1400 naar de top. Even lekker lunchen. Wat weer voor lekkers? Pizza. Pizza met jakkaas. Pizza. En ik heb een lekker broodje met koolsla. Bijzondere combi. Ik had een sandwich met groenten besteld. Handig, handig. Prima. Dag nummer... Ik heb geen idee. Dag nummer 8. Vandaag gaan we naar de basecamp lopen. De ene laatste dag. Hoppa. Heerlijk, vannacht weer prima geslapen. Ja. Het is nu een beetje fris. Maar als het zonnetje zo doorkomt, hier dan... Daar is hij al. Dan gaat het vast weer lekker warm worden. Ja. Vandaag gaan we klimmen naar 4500 meter, hè? Ongeveer, volgens mij, ja. Het zal iets van 3-4 uur duren, dus het lijkt... Meetvallen. Meetvallen, precies. Hopelijk blijft de zon schijnen en krijgt het ook een beetje warm. Inderdaad. Ja.
We zijn nu op de hoogste plek waar we ooit zijn geweest, denk ik. Ja. Zeker. 4500 meter. Gisteren ook al, of niet? Gisteren waren we ook, ja, maar het record is nu verbroken. En even een theetje met cookies. Lekker. Nog een uurtje wandelen en dan zijn we er al lekker op tijd. Nou, heerlijk. Ja, want het is nu... 10 uur. 10 uur? Ja, we zijn om 7:50 vertrokken ongeveer, dus chill. We worden omringd door een heel mooi uitzicht. En wat fotografeert iedereen? Poppy! So, one side, yeah? And go on the wall. Yeah. Wat een hondje. Ja. Alsjeblieft. Daar is Basecamp. En daarboven, met die rots, daar is Highcamp. Maar daar gaan we vandaag niet heen. We hebben het gehaald. Basecamp. Lekker lunchje. Even wat kan we hier naar binnen werken. We zijn nu... bij de Basecamp aangekomen. En hoe gaat het met jou? Ja. Het is een beetje zoals je je voelt als je op 4500 meter bent. Niet zo fantastisch. Ik heb geen idee hoe je je dan voelt, maar ik denk dat ik het nu wel weet. Ik ook. Af en toe gaat het even wat te snel. Beetje druk achter je ogen. Beetje druk achter je ogen, je voelt je niet zo fit. Beetje af en toe een beetje licht hoofdpijn. Ja, van alles wat. Even aan het graven. Geeuwen. Niet echt honger, maar tegelijk wel willen eten. Maar wel een heel bord pasta opeten. Ja, lastig. Maar om te acclimatiseren gaan we zo nog een beetje omhoog. Ja. Misschien even 200 meter en dan... Even. En dan vanmiddag chillen. Tijd slapen, want om 3 uur gaat de wekker volgens mij, 3:15. Ja, het is denk ik om 6:30 wel bedtijd vanavond. We zijn bezig met de hike om even wat hoog te gaan. Naar bovenin. Ja, zo. Mijn voorste stik. Daarachter is de hikecamp. Daar moeten we vannacht ook heen. Het is altijd beter om overdag wat hoger te gaan lopen. Dat je s'nachts normaal kan slapen. Misschien de hoofdpijn en zo krijgt. We gaan er even door. Voor de laatste nacht hebben we dit hok weten te bemachtigen. Meer is het niet. Oh, hij is open. Ja. Elise is net gevallen. Oh, zie je dat? Ja. Ja, mooi. En helaas moeten we het hier weer doen vannacht. Ja, nou goed. Gaan we zitten. Ja, toch? Het is de laatste. Heerlijk, in de sneeuw. Oh, het is toch zo koud. Wat is koud dan? Alles. Maar je hebt wel lekker warm jassie. Ja, nee, zeker. Alles onder mijn jas is warm, maar de rest is koud. Heerlijk, wie heeft er al zin in morgen? Nou, jawel. Jawel, daarna wordt het weer warmer. Precies. Daar is wel een open haard, maar die staat niet aan. Hi Neil. Hallo. Goedemorgen. Goedenacht. Het is 3:24. En we zitten klaar voor het ontbijt. Ja. Hopelijk gaat het een beetje. Beetje last van je buik. Ja, beetje misselijk. Beetje misselijk. Gisteravond ook niet gegeten, alleen weer Snickers. Ja, hopelijk gaat het een beetje. En dan gaan we over een half uurtje beginnen met onze wandeling naar de top. Eindelijk. Ja, dat is het einde van de hand. Precies, ja. Zie jullie daar. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Maar het sneeuwt. We zijn op 4800 meter ongeveer. Het is allemaal sneeuw al. Lekker cool. Ik denk dat de top zal nog wel wat meer zijn. Het begint al wat licht te worden. We kunnen gewoon zien zonder een lampje. En, sorry. Dat is ons uitzicht. Nog 2,5-3 uur ongeveer naar de top. Laatste brugje denk ik voor ons. Laatste brug. Ja. Het is nu 5000 meter. 416 te gaan.
zonnetje komt door. Heerlijk. Nee, nog anderhalf uur ongeveer. We zijn er. We hebben het gehaald. De top. 5416 meter. Het is helemaal gesloopt. Maar we vonden het wel... Vonden we het leuk? Dat weet ik ook nog niet. Laten we even een leuke foto maken. Even wat eten en dan snel naar beneden. Ijskoud. Ja. We mogen naar beneden. Misschien dat ze nu van de sneeuw af zijn. Dat zou fijn zijn. Het loopt een stukje makkelijker. Het wordt warmer. Sorry. Dus hier dan onze laatste brug. Nog een kwartiertje lopen. En dan zijn we er eindelijk. Hey Lisa, ik ben er klaar mee, loopje. Daar gaan we slapen. De lokale Action heeft hier een uitverkoop gehad volgens mij. Kijk hoeveel vlag. Echt niet, maar ook helemaal daarboven. Daarboven. Toen Deel zei dat het nog maar 5 minuten zou duren. Een kwartier geleden. Een kwartier geleden hebben we ook nog deze trap af moeten. Heel veel zin in dit bed. In Moetinat. 3800 meter hoogte, maar het voelt alsof we veel lager zijn. Dit is onze kamer. Badkamertje met douche. Alleen beneden moet je douchen voor warm water. En hier de tuinbedjes. Voelt wat meer als een hotelkamer. En buiten is het... op zijn Nepalees. De lokale taxis. Paard. Het was even op 3800 meter hoogte, hè? Dus de witte pieken, dat ik zie. Je voelt goed. Hoe voel je je? Ik voel me super. Ben ik uitgeslapen? Mijn knieën voelen ze iets minder. Ja, mijn kuiten hebben hetzelfde, denk ik. Maar we kunnen even een paardje nemen als je wil. Ja. Dat lijkt me een heel goed idee. Zeker, ja. De bus zou om 9 uur vertrekken. Het is nu bijna 9:30. Ik heb ondertussen wat dingen ingeladen. Hier worden de schaapjes vervoerd. Achterin een jeep. I want to throw it away. You can just drop it. Oh. Eén grote chaos. Hi Dil. Allemaal shit op de grond. Dat is een apenkooi dit, van vroeger. Nou, we hebben net even een stop gehad van 20 minuten. Ja, de bus dit zou ongeveer 7 of 8 uur duren. Nee, we gingen om 9 uur weg. Dus dan, bij 9:30 gingen we weg. En we zitten nu 6 uur in de bus en we zijn ongeveer op de helft. Ja, dus, dat we zijn er waarschijnlijk vanavond om 10 uur. Ja. We zijn er. Yay. Het is een beetje wat later. Kom. Het gaat. We zijn inmiddels veilig aangekomen in Pokhara. Yes, we gaan hier nog even een weekje relaxen. Hopelijk wordt het nog wat beter weer. Ja, en volgende week vliegen we naar Thailand. Dus we zien jullie daar. Ja, en vergeet niet te abonneren.